Hey, waarom is het vandaag zo helder? Oh, sneeuw. Anna, wakker worden. Het heeft gesneeuwd. Papa, mama, het heeft gesneeuwd. Buiten liggen superveel sneeuw. Ik wil een sneeuwpop maken. Anna, het is weekend en het is pas 6:30. Papa, wakker worden. Je moet sneeuw scheppen. Echt? Er ligt echt veel sneeuw buiten. Ja, dan ga ik maar sneeuw scheppen. Wij willen ook naar buiten. Oké, maar eerst moeten jullie je warm kleden. Gelukkig hebben we al wat gekocht. Zijn we klaar? Ja, en heel veel plezier daarbuiten. Cool! Wat gaan we het eerst doen? We gaan een sneeuwpop bouwen. Ik maak een grote bal voor zijn buik. En ik maak een kleine voor zijn hoofd. Dat ziet er leuk uit. We hebben nog een hoed nodig. We vragen het aan mama of zij er eentje heeft. Ik lig in de sneeuw. Ik lig in de sneeuw. Hier is een bezem en een oude pot die jullie als een hoed kunnen gebruiken. Nu ziet hij er goed uit. Ja, leuk. In de sneeuw kan je zoveel maken. Ja, sneller Lena, sneller! Ik ga weer naar binnen. Oké, ik hoop dat het snel stopt met sneeuwen. Anders ben ik nooit klaar. De sneeuw is geweldig, toch papa? Ja, ik ben blij dat ik vandaag niet hoef te werken. Kijk, die auto. Ik ga eens kijken. Het is mevrouw Stijn. Hallo mevrouw Stijn, gaat alles goed met je? Ja, de winter kwam met een verrassing. Ik heb nog geen winterbanden. Hoe kom ik hier nou uit? De sneeuwschuiver komt eraan. Hallo, wat is er hier gebeurd? Hallo Gustavo. Je bent helaas een beetje te laat. Kun je mij hieruit helpen? Natuurlijk, geen probleem. Eén moment geduld alsjeblieft. Wow, cool, zoveel sneeuw. Ga een beetje naar achteren. Gustavo gaat de Porsche eruit slepen. Zo, dat was het. Rij maar voor de zekerheid achter mij aan. Dankjewel. Oh nee, Gustavo heeft al die sneeuw op onze oprit geschoven. Cool, kom, we gaan een igloo bouwen. Ja! Hier hebben jullie nog een leuk filmpje. En als je bij mij klikt, dan kan je je abonneren, zodat je geen enkele video van ons mist.